De cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen had vorige week kritiek geuit over de toegankelijkheid voor gehandicapten in gebouwen in de gemeente Wijchen. Zo zou de gemeente Wijchen het advies van de cliëntenraad in eerste instantie vaak links laten liggen. Maar wethouder Rob Engels laat een ander geluid horen. Het stuk in de wegwijs omtrent de werkwijze en de samenwerking tussen het CIGW, zeg maar de gehandicaptenraad en de gemeente Wijchen, heb ik ook gelezen. En er zat een wat negatieve ondertoon in en daarom dat ik ook gisteren de voorzitter van de werkgroep bereikbaarheid en toegankelijkheid en bruikbaarheid heb gesproken. En die zegt van die ondertoon is niet negatief. Althans, dat was van hun net niet de bedoeling. Wij hebben en voor de gemeente en voor de bibliotheek het ITS-keurmerk gekregen. Dat is een landelijk keurmerk wat iets zegt over de toegankelijkheid van de gebouwen. En dat hebben wij bij de bibliotheek in tweede termijn gekregen, omdat het ook een oud gebouw is waar nieuwbouw aan is geplakt. Het gemeentekantoor hier is meteen aan de voorkant, kregen wij het ITS. Alleen daar is het ongemak dat de mensen van de organisatie van de ITS die langskwamen, daar was de werkgroep weer niet bij en die wilden daar graag bij zijn. Dus daar ging het niet zozeer om het ITS-symbool wat we hebben gekregen, maar de betrokkenheid van de werkgroep. En op zich is dat allemaal goed gekomen. Ik herken me niet in het feit dat men zou zeggen dat we als gemeente niet of te weinig inhoud geven aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Integendeel, vraag naar een Jan Troost, dat is een vertegenwoordiger van onder andere ook de gehandicaptenraad. Landelijk heeft hij altijd actief in dat soort situaties en posities gezeten. Wijchen loopt daarin voor, al jaar en dag. En dat geldt, dat uitgangspunt geldt ook voor de nieuwe parkeergarage bij het station. Dat zal zeker voldoen aan alle uitgangspunten die voor ITS noodzakelijk zijn en waar de werkgroep BTB graag voor gaat.